mensen, dat noemen we karma. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de top 10 domste rijke mensen. Want nee, niet elk rijk persoon is per se slim. Ik bedoel, je hoeft het geld niet zelf te hebben verdiend. Je kan het hebben geërfd. Je kan geluk hebben gehad met de loterij. Of je kan gewoon op een manier geld hebben verdiend waar je niet je hersenen bij nodig hebt. Oftewel, er zitten gewoon een heleboel dombo's tussen. En ja, weet je, je hoeft ook niet eens per se dom qua intelligentie te zijn. Je kan je alsnog gewoon dom gedragen. Bijvoorbeeld ik. Maar goed, voordat we beginnen, ik ga natuurlijk binnenkort naar de Star Wars première. Alleen, ik ben nog steeds niet helemaal voorbereid. Maar daar hebben we gelukkig Jasmijn voor! Ben ik weer. Vandaag ga ik je wat vertellen over alle belangrijkste gebeurtenissen in de Star Wars films. Alright, yeah! Obi-Wan Kenobi is een Jedi en hij leidt Anakin op. De vrouw van Anakin krijgt in het geheim een tweeling, namelijk Luke en Leia. Anakin stapt op een gegeven moment over naar de dark side en hij wordt Darth Vader. What? 20 jaar later ontdekt Luke Obi-Wan Kenobi en hoort dat zijn vader een Jedi was. Met Han Solo en een rebellengroep onder leiding van Leia vernietigen ze de Death Star. Luke wil vervolgens een Jedi worden en hij gaat bij Yoda in training. Luke komt dan in gevecht met Darth Vader, die vertelt dat hij zijn vader is en hem naar de dark side probeert te lokken. Luke komt vervolgens in gevecht met Darth Vader en Darth Sidious, die hem allebei naar de dark side proberen te lokken. Luke weigert en Sidious probeert hem te vermoorden, maar Darth Vader springt er op het laatste moment tussen, waardoor hij en Sidious allebei sterven. No way, what? 30 jaar later, de twee nieuwste films. De rebellengroep is op zoek naar Luke en ze komen onderweg Han Solo tegen. De zoon van Han en Leia, Kylo Ren, hoort inmiddels bij de Dark Side en is de leider van de First Order. Kylo Ren doodt zijn vader, Han Solo. De First Order heeft inmiddels bijna overal de macht en gaat het gevecht aan met de laatste rebellen. Nou, dat is waar het laatste deel eindigt en dus ook waar het nieuwste deel verder gaat. No way! Ik heb je nu wel heel veel verteld, maar het beste is natuurlijk gewoon om alle films te kijken en dat kan nu ook op Disney+. Oké, ik denk dat ik op zich wel voorbereid ben voor de première. Maar wacht, jullie kunnen ook met ons meegaan, want ik geef namelijk 2 tickets weg voor diezelfde première. Alles wat je daarvoor hoeft te doen is onder deze post op Instagram te commenten, die nu op Jasmijns hoofd zit, op mijn Instagram @hanwee. En ja, wie weet zie ik jullie bij de première. En nu kan jij weer weggaan. Want wij gaan beginnen met de video. Op nummer 10 hebben we een mooie Ferrari die dus een parkeerboete krijgt. En de eigenaar blijkt daar niet heel blij mee te zijn. Dus terwijl de politieagent nog voor de auto staat en een boete zit uit te schrijven, besluit deze guy te gaan rijden. En ja, ik kan je wel vertellen dat dat niet goed afloopt voor hem. Of deze guy heeft gewoon heel veel ballen, of hij is gewoon heel dom. Ik denk allebei. Op nummer 9 hebben we een rijke vrouw die met een plan komt om nog rijker te worden. Haar plan is namelijk om alle iPhones in een winkel op te kopen en ze door te verkopen met meer winst op eBay. Want bij release van een nieuwe iPhone staan er altijd super lange rijen, het is super druk. En zij denkt dus slim te zijn door een plek van iemand in een rij over te kopen. En daarna gewoon de hele winkel leeg te kopen. Alleen dat plan lijkt niet helemaal te werken dus. I'm buying $100,000 worth of iPhones. $100,000? Correct. I'm gonna sell them all on eBay. And those who try to buy. I've been here since 6 o'clock this morning. While Mark Rivelier spent the last 12 hours waiting in line for an iPhone at the AT&T store on Oaklawn in Dallas. So how much would it cost to buy your position in the front of the line? 15 minutes before the 6 o'clock launch after others spent hours. We've been here since 12:30. And hours. I'm in line for a friend. Waiting patiently. I guess we're gonna barter away from the cameras. How about that? This woman rolled up barter with 16 grand in cash in hand. And bought Mark's number one spot in line for $800. She gave me $800. Money talks. A worthwhile investment, she thought, because... I know it's somewhere on eBay, so it's all right. Yet when the doors finally opened... I'm first. Yup, she was first, but maybe instead of stopping at the bank, she should have stopped to read the rules. Her plan to buy out the store? Sorry. Can you buy more than one phone? Unfortunately, we can only sell one per customer. Yup, elk persoon kon maar één iPhone kopen. Op
nummer 8 hebben we een rijke jongen die een beetje cool probeert te doen met zijn auto. En al snel krijgt hij, pop, zijn karma. Ik vind het mooi hoe het opeens helemaal stil viel. Op nummer 7 hebben we dus een rijke vrouw die van het goede doel stelt. Een goed doel heeft namelijk een soort van kledingbak waar je kleding kan doneren. En mensen die het nodig hebben kunnen daar gewoon kleren uitpakken. Maar deze rijke vrouw die het dus eigenlijk niet nodig heeft, besluit daar ook kleren uit te pakken. En wacht, dat is nog niet eens het enige. Ze besluit ook nog eens haar eigen afval daarin te dumpen. By day she lives in a $1 million mansion. But at night she's stealing your donated clothes from charity bins. And then filling those very same bins with her household waste. That you steal from the needy is bad enough. You put your rubbish and clog the bins. Rubbish. That's not my rubbish. It's absolutely appalling how you do that. No. You put the rubbish. You're mistaken. And you stuff and clog the bins. I've got nothing in the car. Would you like me to show you the vision that we have filmed of you clogging the bins with your food scraps and rubbish? I didn't. Let me show you. And then you steal the clothes that have been put down here. I don't know what you're talking about. Well, let me but show she you. Continues stuffing, even though the bins are empty, as her little one sits among the rubbish. And you do that every day, and then you sell them at the markets. You sell them at the markets. Zeg maar, het is al één ding om kleren te stelen die je eigenlijk niet nodig hebt, maar om er ook nog eens afval in te gooien. Schaam je! Damn, dat gaat wel ver, man. Op nummer 6 hebben we iemand die dus letterlijk net een nieuwe Lamborghini heeft gekocht. En hij besluit om er even mee op te trekken. Alleen, dat liep niet heel goed af. Besef, hij had hem echt letterlijk net gekocht. Op nummer 5 hebben we een rijk luiskindje dat haar auto op 2 plekken zet. En de reden daarachter was dus zodat ze geen crashes op haar auto zou krijgen. What's up? I can't get out. You can't get out? How'd you park there? I've been parked there. Have you been parked there? Yeah. Oh, I didn't notice. You can't get out? No. How come? Are you in a parking spot? Oh, kinda. We're like halfway in this one. You can get out. Is that a Mercedes you drive? Yeah. Yeah, it gives you right parking, 2 parking spots. Je zag echt gewoon hoe oncomfortabel zij zich voelde. Op nummer 4 hebben we een best wel heftige crash ook met een Lamborghini. Maar dit keer is het de schuld van beide bestuurders. Degene in een Lambo die reed te hard. De andere bestuurder keek niet goed om zich heen. En wat ontstond er dus? Boom. Op nummer 3 hebben we de auto van een rijke vrouw die dus wordt weggesleept. Op nummer 2 hebben we ook weer een Lambo die net iets te snel besluit op te trekken in een bocht. En daardoor gebeurt dit. Oh. I got that on video. And he just goes and slams into him.
Hij crashte ook gewoon in 2 auto's. Tot nu toe zijn de rijke personen waar we het over hebben gehad ook daadwerkelijk rijk geweest. Maar dit is iemand die heel cool en arrogant probeert te doen met hoeveel geld hij wel niet verdient. Maar het blijkt dus, hij is helemaal niet zo rijk. Plus hij wordt ook nog eens het vliegtuig uitgezet. I make $4 million a year. What do you do? This guy is being called the most obnoxious plane passenger ever. Just watch as he boasts about his wealth with fellow passengers. You're right, I'm a loser. I own 6 houses. I'm a nerd? Okay, look to yourself, sir. Mr. Bald can't grow a set of hair. The plane returned to the gate and Brackett was escorted off, much to the relief of the other passengers. Ja mensen, dat noemen we karma. Maar goed, dat was het eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later.